Ja, en toen werd Sissy bijna overreden door een tractor. Ja, ik voel mij nog altijd wat plattekes. En dit is nu mijn vriend Adelbert. Zie, dit is wat een lekker beest. Is hij niet om op te eten? Ja, nu je het zegt. En ik eet graag hertjes en worteltjes. Benny, zoiets doet je toch niet? Excuseer, Adelbert. Hij bedoelt dat zo niet. Ja, Polle, waar koopt jij uw vlees eigenlijk? Bij meneer Puma. Van de Puma vleesindustrie? Zeg, weet jij wie ik op het kruispunt met gierende banden zag vertrekken? Nee, vertel eens, Gaston, toch geen een tractor? Een gier. Een gier? Wat doet die hier? Hij was ook niet alleen. Naast hem zat nog een passagier. Een passagier? En hoe zag die eruit? Zilver en vierkant. Zo zag dat dingske eruit. Ik heb dat vervangen en vroom, die auto deed het weer. Dus, schat, we beginnen een garage. Ik ga meteen een mooi uithangbord schilderen. Haha, dat gaat hier nogal marcheren. Allee, tof. Oei, als je van de duivel spreekt, dat is hem. Maar ik zie maar één gier. Waar is die passagier? Waarschijnlijk heeft hij die al opgegeten. Ja, compleet verslonden met huid en haar. Triestig. Oh ja, een gier, dat is toch een roofvogel? Ai ai, we gaan er allemaal aan. Goeiedag, kan ik hier iets eten? Lap, hij vraagt het dan nog eerst beleefd. Blijkbaar heeft hij nog niet genoeg gegeten. Das, hier een café en ze hebben hier alleen snacks, meneer. Vegetarische snacks en schotels. Dus zonder vlees. Maar anders kunt je dan beginnen met dat varken daar, want ik moet dringend weg. En ik ook. Ons ma heeft visjes gebakken. Amai, zo is het hier maar een dooienbul. Zullen we misschien een feestje bouwen? Ik zal wat gierlandes ophangen. Wat is dat nu weer?